Er wordt vaak gezegd van ja, je moet gewoon bezig gaan met je passie. Ja, dat is makkelijk gezegd. Weet je, dat zeg je tegen iedereen. Ja, je moet eerst lopen en dan pas wil je rennen. Ja, leuk. Maar voor mij betekent het dus bijvoorbeeld om te schrijven van wat geeft me nou echt een goed gevoel. En dat kan soms niet heel erg klein zijn. Misschien is het wel omdat jij een oud vrouwtje voor haar opstond en zij kon zitten en zij zegt nou dankjewel, ik krijg er een dankbaar gevoel bij. Misschien is het wel omdat je omdat je gescoord hebt in een wedstrijd, de laatste minuut. Op een gegeven moment weet je ook niet precies waarom het is, waarom je dat gevoel krijgt, maar je weet wel dat je op dat moment een goed gevoel krijgt. En als je dat soort dingen bijvoorbeeld opschrijft en een paar keer verder, dan ga je op een gegeven moment een rode draad zien. En dan zeg ik van probeer je zoveel mogelijk daarmee bezig te zijn, want dan ben je je vlam aan het aanpakken.